de basisschool kon je met een beetje geluk aan het einde van het schooljaar helemaal los tijdens apenkooien. Bij de studentenkrant wilden ze oude tijden weer herleven en hebben ze een middagje apenkooien bij de ACLO georganiseerd. En ik ga kijken of ik het nog een beetje kan. Ik moest toch wel even weer nadenken van wat apenkooien precies was, hoe het ging. Kun je het even kort uitleggen? Je hebt 2 tikkers, of 1 eigenlijk wat je af wil spreken. En het idee is dat je niet de vloer mag raken en je moet iedereen zo snel mogelijk proberen op de apenheuvel te krijgen. En dat is de verzamelplek waar je terechtkomt als je getikt bent. En daar kun je nog allerlei varianten mee spelen met verlossers of met extra spelregels om het wat spannender te maken. Voel jij je weer helemaal kind? Ja, ik geloof dat ik dit minstens 10 jaar niet gedaan heb. Was je er vroeger ook goed in? Nee, maar ik moet weer gaan, want... Oh, de tikker is af. En ze komt weer terug. Ik werd afgeleid. Sorry. Geef niet hoor. Hoe heb je het gedaan vandaag? Niet heel goed. Ik was best wel vaak af, maar ja. Even uitrusten is ook wel fijn, toch? Ik grijp omhoog. Hoe erg vermaak jij je? Best wel, ja. Ben je nu wel al af? Ja, toch wel. Gaat het de hele tijd zo of ben je wel goed? Nee, dat moet je niet denken. Gaat goed, ja. Dus oude tijden herleven voor jou? Ja. Ja, ik wist wel zeker dat ik hier naartoe ging. Dat, sowieso. Het eerste idee was om eigenlijk hier een sport te organiseren die niet bestond en te kijken hoeveel mensen daarop af zouden komen. En toen dachten we ineens een apenkooi en dat het eigenlijk zonde is dat je dat nooit meer doet. En zo is het gekomen. Nou, is dit de eerste keer dat het wordt gedaan? Is het voor herhaling vatbaar? Dat denk ik zeker wel. Mensen zijn erg enthousiast, dus wie weet volgend jaar weer.